Weer. En schat? Zeker. Vertel even naar volgens wat je net deed. Check it out. Die heb ik trouwens wel zelf gemaakt. Nou, enjoy! Hoi lieve mensen, welkom bij een nieuwe vlog en welkom op mijn kanaal en oh my god, ik zoom mezelf in en ik weet niet waarom ik dat doe. Random, oké dan. Maar wat een stinkavontuur weer. En schat? Zeker. Vertel even naar volgens wat je net deed. Ik kan echt niet, ik kan er echt niet meer zijn hoor. Het stinkt nog steeds, dus even oh los, my god. Liefje. Je moet even mijn volgers wel gaan vertellen wat je net hebt gedaan. Waardoor ik nu zo fucking misselijk aan het worden ben. Een leegpak chocomelk weggooien. Ja, en stinken jongens. Oh. Die stinkt echt dit. Oh. Even een luchtverfrisser pakken. Dat is echt heftig. Ik ruik het gewoon hier. Even serieus. Oh my god. No. Nou, nu Remco dus dat aan het doen is. Kan ik wel even mijn mededeling vertellen. Nog even voor de zekerheid. Morgen begint Vlogmas. Ik ga er wel aan meedoen. Maar ik ga niet elke dag vlog maken en uploaden. Dat ga ik gewoon niet aankunnen nu met mijn zwangerschap en alles. Wat ik wel wil gaan proberen. Wat ik nu ook eigenlijk al wil proberen. Maar het gewoon allemaal niet helemaal perfect is gelukt. Dus 3 keer in een week iets uploaden. Maar ja, ik ga het dus niet beloven, want ja, ik upload nu al heel regelmatig. Dus na Vlogmas ga ik het sowieso 1 keer in de week weer zetten. En ja, dan ga ik even kijken hoe en wat. Maar ja, jullie gaan het meemaken. Ik ga het meemaken. Ik ga gauw koken weer, want ik heb trek eigenlijk. Dus ik hoop dat ik het uithoud in die stank. Goedemorgen iedereen, het is vandaag dinsdag. Goedemorgen. Remco is zijn brood aan het smeren en gaat zo naar zijn werk. Dinges? Ja, dat vind ik gewoon niet leuk. Dus dat. Ja. En Teddy die zit hier op de bank. En ik ben net wakker, zoals je ziet. Het is vandaag Vlogmas dag 1. Yay. Dat was ik vanochtend iets te moedig voor om te zeggen, maar het is zover. Ik ga even met de hond wandelen en dan komt er zo dadelijk iemand die mij even gaat helpen met een paar dingetjes. Nou, doeg. Hi, daar ben ik weer. Ik ga even lekker genieten van mijn Doesburgse mosterdsoep en sushi zelf gemaakt. Niet ik, maar Antea. En ze gaat me natuurlijk leren hoe ik het allemaal doe. Maar ja, het is toch natuurlijk anders dan dat je het ergens van haalt. Dus oh my god, oh, ik ga zo genieten hiervan. Check it out. Die heb ik trouwens wel zelf gemaakt. Nou, enjoy! Goedemorgen iedereen. Het is vandaag donderdag en zoals je ziet dat lig ik op de bank. Ik zit niet zo heel erg lekker in mijn vel. De verjaardag gisteravond was eigenlijk super leuk en gezellig. Maar daarna ging het even allemaal anders. En ja, nu zit ik daardoor gewoon even niet zo lekker in mijn vel. Het is even niet anders. Ik ga zo even lekker een theetje zetten, Netflix aanzetten. Ik heb net al de Vlogmas vlogs gekeken. Of ja, niet alle, want sommige staan gewoon nog niet online. Niet zo. Teddy die ligt lekker naast mij. Ik ga even boterham smeren. Of ja, boterham smeren. Ik had zin in boterham met pasta. Daar heb ik eigenlijk bijna nooit zin in. Maar laatst staat wel weer. Ik lust eigenlijk geen normale brood. Ik lust eigenlijk alleen maar. Of ja, lusten is een groot woord.
Ik lust het wel, maar ik hou er niet zo van. Ik hou het liefst van zelfgebakken brood. Dat vind ik heerlijk, maar... Ik heb niet zo'n machine, dus meestal laat ik het maken. Maar nu dus even niet, dus ik ga zoveel broodjes smeren. Het is trouwens bijna 8 uur, dus het is nog best wel vroeg. Ik ga even een theetje drinken en broodjes smeren, want ik heb echt zo zin in thee. En dan gaan we even lekker Netflix ochtendje houden, straks huishouden doen. En ik heb vandaag nog wel meerdere dingen op de planning. Straks honden laten omkleden. En dan wil ik eigenlijk storytime en een action shoplog opnemen. En die eigenlijk dus ook vandaag meteen gaan editen en klaarzetten voor vrijdag en woensdag. En als het goed is, maar dat zit ik zo even niet uit mijn hoofd. Oh nee. Ik wil zeggen, heb ik over volgende week heb ik een echo, maar dat is... Oh, Jesus. Dat is zover 2 weken pas, dus... Ja, volgens mij wel. Ik weet het zo van niet in mijn hoofd, van mijn telefoon nog daarna opladen, dus ik heb geen zin om te pakken. Check ze dadelijk even. En voor volgende week vrijdag moet ik weer even kijken wat voor video ik ga opnemen. Maar ik denk dat ik namelijk aan zaterdag ga Remco en ik eens goed het huis versieren, de kerstboom opzetten. En dat wil ik eigenlijk ook gaan filmen. En die dan een aparte film, ja, zeg maar, van maken. En video editen. Oh, Jezus. En die dan denk ik vrijdag online zetten. Het lijkt me denk ik wel leuk om een aparte video te maken over het huis te versieren. Maar ik moet even kijken hoe en wat. Dus ja, aan de ene kant heb ik heel veel inspiratie. Aan de andere kant heb ik totaal niks. Dus ja, maar goed. Ik zet jullie even uit. Ik ga even mijn eten maken en drinken. En dan ga ik wel lekker op de bank liggen, zitten, chillen. Hoi lieve allemaal, het is vandaag zaterdag en ik ga met Remco naar Punten. Dat is een winkel in Gaanderen. Ja, Gaanderen winkels had ik ook niet verwacht. Nee. Maar we gaan dus naar Punten even kijken voor een nieuwe bril. En voor de rest zien we wel weer wat de dag vandaag brengt. Ja, wat gaan we allemaal doen vandaag, schat? Nu naar Punten en dan weet ik veel. En naar Duitsland toe. Weet ik veel, naar Duitsland, jawohl. Zo, we komen net terug van mama in Winterswijk. Nu zijn we weer in Doetinchem. Want, hè? Oh, mijn telefoon. Want ik moet namelijk mijn ogen laten meten in Doetinchem. Bij de printenwinkel, Hans, anders dus daar gaan we even heen. En dan zien we wel weer. Dus dat, dus daar lopen we nu heen. Hoi lieve mensen, ik ben een vlog aan het editen en ik kwam erachter dat ik hem nog af moet sluiten. Dus bij deze, hartstikke bedankt voor deze weekvideovlog te kijken. Vergeet niet die dikke duimpjes omhoog te doen. En vergeet ook niet hier te abonneren op mijn kanaal, dat zou ik heel erg leuk vinden. En dan zien jullie mij bij een nieuwe weekvlog/vlogmasvlog. Ciao!